Lobisini ofwel liefdesliedjes zijn een belangrijk element bij folklore. Zij kunnen elk een aparte betekenis hebben. Geschiedkundige Mildred Caprino ging gisteren tijdens een Lobisinginitti in het NAX breedvoerig in op dit onderwerp. Caprino zegt dat teksten variëren van diep filosofisch denken tot ervaringen van de zanger bij de totstandkoming van Lobisingi. Liefde, lobby op verschillende manieren interpreteren. Je hebt uitersten van heel mooi, lieflijk en romantisch en gezellig tot heel verenigend en satirisch. Hè? Dat is mogelijk. De structuur, als het bedoelt van hoe wordt het gecomponeerd, ik denk dat dat, dat bedoeld wordt, ja, dat is de creativiteit van de zangeres of de zanger. Want in latere instantie, wanneer we de ontwikkeling gaan bespreken, heeft de zanger iets geobserveerd, een fenomeen geobserveerd, en dan gaat hij een tekst maken. En de tekst is gebaseerd op wat hij heeft gezien en wat hij aan het publiek wil vertellen. Dus de creativiteit om over de structuur te praten hangt van het individu af. Caprino zegt dat het ook zo is dat de welbekende oddo's en gezegden die in Suriname worden gebruikt, ook verwerkt worden in de Lobisingi. De historica merkt op dat het de creatieve geest van de persoon is die het lied componeert. Je kort oddo, ja? Naar je fianti de naar de Rosina oddo, ja? Oké. Op mijn tanti, mami bete, ja? Okay. Dus dat zijn allemaal oros die je kunt verwerken in songs. In een lobbycine. In een lobbycine. De maatschappelijke problematiek. Ja. Hoe werd dat bezongen? Jij loopt wat gaat het draaien, toch? Je kijkt wat je opvalt. Ja. Wat je opvalt, dan krijg je die creatieve gedachten. En dan ga je er iets van maken. U kent allemaal, ja, welke crisis hebben we in dit land niet meegemaakt? Crisis na crisis, we make me. En dat crisis zie je, ik kon toen de eerste keer toen EBS de stroomtarieven verhoogde, de man potassie. Kokolampo. Caprino legde tijdens de Lobisinginitti ook uit dat vele historische aspecten verloren zijn gegaan, maar toch zijn omschreven in liederen. Tijdens de muziekavond hebben ook andere sprekers, waaronder Hans Breveld, belangrijke verhalen uit het verleden gedeeld met het publiek.